Je hebt als coach soms de neiging om dingen in te gaan vullen voor het team. Zeker als je in de mentoring zit, dan heb je de neiging, joh, laat mij hem even doen, ik doe het wel even voor enzovoort. Maar het zit juist in het leerproces van het team om het ook zelf te doen. Daar krijg je veel meer autonomie van. Aan de andere kant heb ik ook coaches gezien die juist een hele andere benadering hadden. Die zeiden van ja, maar nee, maar dat moet het team doen. Of nee, daar ga ik niet interveneren, want hè, er moet het team zelf achterkomen. Ja, dat snap ik, maar er zijn ook momenten waarbij juist een team wel die begeleiding nodig heeft en die voorbeelden nodig heeft en iemand die het even voordoet wel zeg maar, heel goed kan gebruiken. Dus dat moet je op een goede manier situationeel kunnen toepassen. Hè. Dus het gaat vooral om dat je dat op de juiste manier en de juiste context eh, toepast. En het is overigens ook zo, de laatste, dat het ook niet altijd sequentieel is. Hè. Dus, dus het kan zomaar zijn dat je een team hebt waarbij je nu met name met coaching bezig bent, maar dat ze voor een nieuw onderwerp dat ze toch weer even helemaal gementord moeten worden. He, dus dat je voor een bepaald onderwerp, dat je even een andere stijl moet gaan kiezen, omdat ze nog helemaal niks weten van um, infrastructure as code bijvoorbeeld.